We staan hier voor een geliefd café, mag ik wel zeggen. Voor vele Haarlemmers, maar ook uit de omstreken. Zeker. Volgens velen het beste café van Haarlem, met nog een paar zoals het Wapen. Maar het kantoortje en het Wapen, dat zijn volgens mij de beste cafés in Haarlem. Nou waren hier speciale weken, de stripweken, of stripmaanden misschien wel. Ja. Hoe is dat ontstaan? In het kader van de stripdagen hebben ze gevraagd of meerdere bedrijven in Haarlem iets wilden organiseren. Dan heb ik met Ton, de eigenaar van het kantoortje, gesproken. Het leek ons een leuk idee om een stripbar te maken. Ja. En dan is het niet een stripbar in de zin dat er allemaal blote dames op de bar zaten en alles, wat op zich ook wel leuk zou zijn geweest. Ik heb de vaste stamgasten heb ik verstript met hun vaste uitspraken en die hangen boven de bar. Een van die vaste gasten is de burgemeester van Zandvoort. Ja. En die vroeg tegelijkertijd of hij daar ook een lied bij mocht maken als eerbetoon aan Ton en Manon. Die heeft de tekst geschreven en de muziek is geschreven door mijn vriend en collega van Amsing, Fonstal. En volgens hoe lang duurde dat voordat je dat had uitgevonden, dat liedje? Ben je speciaal naar Abbey Road gegaan? Dat was een ander project. Dat was een ander project, ja. Met het Amsing, daar was David niet bij. Nee, maar David, ja, ik weet niet meer precies hoe het... Nou, het kwam natuurlijk door deze kroeg. Maar David wilde dat graag met ons doen. En hij heeft een hele leuke tekst gemaakt. Goede tekst ook. Ja. En we zijn het gewoon aangegaan. Het liedje stond er in een kwartiertje, half uurtje. Natuurlijk moet je nog een hele tijd bijslijpen. Ja. En het was goed. Is het, ja. Maar jullie kunnen nou natuurlijk, als jullie hier optreden, want het gebeurt af en toe toch met het Amsterdamse Genootschap, kun je het repertoire opnemen. Oh, maar dat gaan we zeker doen. Oké, okay, leuk. Ja. Nee, het is mooi. Ja. En dan mag David het weer zingen, wat mij betreft. Ja. Want Erik, hebben jullie de laatste tijd veel nieuwe repertoire erbij? Nou, we hebben, sinds Fons Stam erbij zit, hebben we een paar nieuwe liedjes die Fons heeft gemaakt. Fons speelde vroeger altijd solo, maar die liedjes blijken naadloos bij het Amsterdam te kunnen horen. Dus wij hebben de nieuwe liedjes die we hebben, die zijn geschreven door En met tekenen in de klare lijn nog steeds druk, hè, denk ik. Heb je andere gemeenten, want Leiden deed je, Alkmaar Leiden, deed je? Delft. Oh, Delft ook al. Waar ik het meest voor teken zijn Alkmaar, Haarlem als eerste natuurlijk, dat vind ik het fijnst. Ja. Haarlem, Leiden, Alkmaar, Delft. Dat zijn wel de, tegenwoordig ben ik bezig in Rotterdam en Schiedam. Nou, heel veel succes met alles wat jullie doen. En dankjewel.